Samen frietjes eten is een verbindende activiteit als gezin. En op deze ludieke manier wil Pleegzorg Vlaanderen haar actieve pleegouders bedanken. Ze vragen tegelijk ook positieve aandacht voor de ouders die hun kinderen afstaan aan pleegzorg, wat nooit makkelijk is. En willen ook hen meer dan verdiend in de bloemetjes zetten. In Oost-Vlaanderen zetten 85 frituren hun schouders onder de actie. Zoals ook deze frituur aan de Rooigemlaan in Gent. Volgende week gaan we in het kader van de Week van de Pleegzorg een ganse week aan iedereen dat ook maar iets met pleegzorg te maken heeft, gratis frietjes weggeven. Dus zij komen naar ons en ze hebben een bonnetje bij en wij geven hen een gratis groot pak friet. We zijn duidelijk een tekort aan pleeghouders. En we vinden dat een super sympathiek idee om dat wat meer in de verf te zetten. En we ondersteunen dat dan ook heel graag. Een tekort is er inderdaad nog steeds. En ook daarvoor vraagt pleegzorg aandacht. Want hoewel er in onze provincie al heel wat pleeggezinnen zijn, staan er nog kinderen op de wachtlijst. In Oost-Vlaanderen gaat het over net meer dan 1500 pleeggezinnen op vandaag. Die vangen ongeveer iets meer dan 2100 pleegkinderen op en 170 volwassenen. Want er bestaat ook pleegzorg voor volwassenen. Dat zijn dan mensen met een handicap of met een psychische kwetsbaarheid. Dat zijn veel gezinnen. Maar dat zijn er ook nog altijd te weinig. En dat is ook een belangrijke reden waarom wij die actie elk jaar doen, om pleegzorg in de aandacht te brengen. We hebben meer pleeggezinnen nodig. En op dit ogenblik zijn er in Oost-Vlaanderen ongeveer 270 kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin. Dat gaat zowel over tijdelijke als langdurige opvang. Maar het is vooral bij die langdurige opvang dat het korte het grootst zijn. Op dit ogenblik is er een grote nood aan gezinnen die plek hebben om kinderen op te vangen voor een lange duur. Kinderen in de leeftijdsgroep tussen de 0 en de 6 jaar. En daarnaast zoeken we ook plek in gezinnen om minderjarige, alleenstaande vluchtelingen op te vangen. En dan gaat dat vooral over de leeftijdsgroep van 12 tot 15-jarigen. Wie nog een plekje aan de eettafel vrij heeft, kan op 26 november terecht op een infosessie in Deinze. Alle informatie staat op de website van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.